Hele goedemorgen, het is vandaag zondag. We zijn net aangekomen op Eindhoven Airport. We zijn geparkeerd, zoals jullie kunnen zien. Maar we moeten nog even 5 minuutjes lopen naar de airport, want... Want wij zijn skier. We hebben niet de beste parking uitgekozen, blijkbaar. Maar... weet je wat het is? Wij zijn allebei zo erg moe. Ik heb denk ik de hele rit niet eens met hem gepraat. Ik heb niet eens met je gepraat. Gelukkig. Ik ben echt zo moe. Ik heb gisternacht echt gewoon doorgewerkt aan mijn vlogs. Ik heb 4-5 geëdit en het was 3 uur 's nachts toen ik naar bed ging of zo. En Nessie kwam nog later thuis. Dus we zijn echt een beetje kapot. Kijk. Hoe kort hoef je bed lag. Nou, laten we maar opschieten, anders kunnen we niet eens meer naar binnen. We hebben gelukkig al ingecheckt online. Schiet op! Het is koud, man. Ik ben echt blij als ik in Spanje ben en ik hoop echt dat het maar iets warmer is. Ietsjes. Niet heel veel, maar ietsjes warmer, man. Deze wind in Nederland is echt niet meer normaal. Leuk hoor, Nes. Skid up. Skid up. Dat kunnen we niet. 5 minuutjes lopen, olé, olé. Ja, wat een mooie auto's hier. Ja, het zijn mooie auto's hier. Ik snap alleen niet waarom ze het hier parkeren, eerlijk. Dus tegenwoordig heb je geen grondstewardesses meer nodig, want... Ja, computers nemen gewoon alles over, jongens. We moeten het allemaal zelf doen. Je koffers labelen, alles. Jongens, echt een rot moment in mijn leven. Ik kan helemaal niks eten. Gewoon helemaal niks. Ik heb heel erg trek. We gaan zo vliegen, dus ik moest het gewoon wat halen. Ik heb een broodje zalm. Bij keto. Heb je dit beseft? Je kan hier dus gewoon je mobiel opladen. Doe eens. Ik ga broodjes eten. Ik ben echt benieuwd hoe ik hierop ga reageren. Nou jongens, na 7 weken weer brood eten. Ik ga denk ik ook echt maar eentje eten. Ik krijg echt een buikpijn. Inmiddels in het vliegtuig, lekker veel beenruimte. Ik heb een bucketlist mee voor op reis en ik ga even alles aanvinken wat ik wil doen. Ik ga helemaal stuk om deze, is echt een actie voor mij en Nessie. Mind your step. Nou, dit is mijn bestelling, jongens. Gewoon een theetje. Barcelona. Het is hier echt best wel lekker weer. We zitten in een taxi. Volgens mij kun je ook. Volgens mij. Kijk je nou naar voetbal? Nee, zij luisteren naar voetbal. Oh, heftig. We zijn onderweg naar ons hotel. We zijn aangekomen bij ons hotel. En ze is lekker aan het liggen. We zijn pure chocola aan het eten. Ik had echt trek. Wij zitten helemaal niet, zeg maar, bij het centrum Barcelona. Nee, wij zitten in Badalona. We zaten zo goed in het boeken van trips gewoon. Echt waar, kijk waar we zitten. Ik denk dat we in Bagdad zijn. Normaal, man. Echt heel slecht in trips boeken. Ik weet nog, in Londen had ik ook een fout gemaakt van die airport. Waarom ook zo ver? Waarom? Maar ik vind het ook een beetje misleidend van die website, hoor. Sorry. Wat dan? Je doet steden in Barcelona en dan kom je in Badalona terecht. Wat de fuck is dat nou? Echt belachelijk hoor. Kom, we gaan even kijken wat allemaal te beleven valt hier. Het hotel is wel mooi. Het is wel een mooi hotel. Wij zijn nu op het dakterras. Het ziet er wel echt mooi uit, man. Mooi hoor, Nes. Ik ben hier wel echt mooi van. Het is wel echt mooi hier. Dit is wel echt heel mooi, het uitzicht. Goedemorgen. Ik ben net wakker. Wij zijn in slaap gevallen hier. Oh, we waren helemaal kapot. Omdat de nacht ervoor eigenlijk wel slecht hebben geslapen. En ja, onderweg ook niet echt. Maar het is super lekker. Ik voel me nu wel wat meer uitgerust, maar ik kan nu ook weer gewoon in slaap vallen. Dat is echt heel slecht eigenlijk. Maar het is nu 9:15. Oké. Okay. Zie je? Denk je ook zo. Waarom? Lekker. Oké. Okay. Jalle, 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 jalle. Jalle, 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 jalle.
Hallo. Oh, yes, hey, Burman. How are you? Good, everything good, yes. Ik ben echt moe, jongen. Wij gaan ons even klaarmaken. We gaan zo uit eten. En aangezien ons hotel dus niet in het centrum zit, hebben wij niet zoveel keuze qua eten hier in de buurt. Je hebt een sushi tent volgens mij en een Indiaas restaurant, maar die gaat over een uur al sluiten. Dus we komen er niet echt uit waar we willen eten. Tenminste, Nessie wil heel graag eigenlijk sushi eten. En ik heb zoiets van, ja, ik heb best wel lang om eten gelet. En dan sushi is wel echt heel erg heftig, gewoon gelijk. Heel veel rijst, zout en zo. Ik heb liever iets gezonder, maar ja, je hebt ook niet heel veel keuze of zo. Nou, wij moeten nu ongeveer 5 minuutjes lopen naar het restaurant. Nessie heeft toch zijn zin gekregen en we gaan sushi eten. Hij is helemaal blij nu. Zin gekregen? Nee, ben je blij opgeëist. Nu? Ben je blij nu? Ja, ik ben blij. Ja. Hij had echt zin in sushi. Dus we gaan even heen lopen en ik hoop ook echt dat het lekker is. We zijn dus beland bij zo'n heel klein sushi tent. Heel schattig, volgens mij is het echt zo'n lokaal tentje. En ze hebben hier zoveel keuze qua eten, dat ik gewoon echt heel gezond kan eten. Ik heb geen sushi gekozen, maar gebakken zalm en tartar met avocado zalm en tonijn. Ik heb spijt gezond. Dat je hier bent. Nee, eigenlijk niet. Dit is mijn eerste gerecht. Lekker zalm. Tweede snack. Lekker man. En Nessie's bestelling. Oh mijn god. Ga je het allemaal kunnen? En dit is mijn tartaar met avocado. Ik heb hier ergens zin in. Wij hebben heerlijk gegeten. Wat echt lekker. Vooral het tartaar op het einde vond ik echt lekker. Ik ben ook echt blij dat ik gezond heb gegeten. wij gaan was hier even... een supermarkt? Ik weet niet of die nog open is, maar... Nee, hij was gesloten net, hè? Ja? Ja, de apotheek was wel open. We gaan nu weer lekker lopen naar... ons hotelletje. We gaan daar even wat drinken samen. En daarna gaan we gewoon rustig aan naar bed, denk ik zo. Nou, we zijn toch bij een Spaanse supermarkt geëindigd. Ik ga een stuk. Bam. Oh, oh damata. Oh. Helemaal een stuk. Nee, ze heeft dus proteïne. Wat is het? Toetjes gehaald. Proteïne sabor fresa. Maar hij heeft geen lepel. Voor me zo dienaar. Lekker hoor, Nes. Het lijkt me echt lekker. Wij liggen inmiddels in bed. Oh hi, op buik. Ga weg. Waar is jij rug? Hi, I have a question. We have one light in the room that does not go off. And if I do it off, then the whole electricity in the room goes off. The light next to the closet with the safe in it. Oh, next to the closet, you have a button. Okay, great. Thank you very much. Bye bye. Was je me nou uit te lachen? Wat nou weer? Vind je mijn Engels grappig? Ja, het was echt heel lelijk. The button in the closet. Maar ik wilde zeggen dat we nog even Netflix gaan kijken in bed. Daarna gaan we slapen. Zeg maar dat je van me houdt. Nee, dat zeg ik niet. Ik ben boos. Waarom? Ja, ik ga het elke keer de dikke van me afgooien. Dat is echt een mooi shot. Nice shot. Dit is een thumbnail. Maak maar een thumbnail. Dit is zo fake. Ik heb nog lekker pure chocolade in bed. Oh, jezus. Kijk een vriend dan met je bollenkop. Oké, ik ga de vlog van me afsluiten alsjeblieft. Nee jongens, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Het is helemaal niet zo lekker voor jou. Like, abonneer en laat leuke comments. We lezen alle comments, dus laat een leuke comment achter. En morgen gaan we naar echte Barcelona, niet Badalona. Nu in Badalona. Badalona. Doei. Doei.